Als u in uw leven alleen maar besluiten neemt met het oog op de korte termijn, dat is hetzelfde als in je broek plassen. Het is een paar seconden lekker warm, maar de rest van de dag zit het toch niet zo lekker. Ik ben Peter van Uhm en ik ben de oud-commandant der strijdkrachten van Nederland. Ik houd me momenteel met heel veel dingen bezig, maar het mooiste is toch die stichtingen ondersteunen, zoals de Stichting Hulphond. Ik werd als jonge jongen geïnspireerd door een filmpje wat ik zag van Winston Churchill. Met zoveel overtuiging dat ik echt diep onder de indruk was. Dat is leiding geven. Ik was 25 jaar, baas van 150 dienstplichtigen en ik nam een club over die niet goed liep. En Peter van Uhm ging deze club rechtzetten. En dames en heren, ik deed alles zelf. Ik voelde me niet zo lekker. En ik ging naar de militair arts en die constateerde dat ik hoge bloeddruk had. De enige keer in mijn lijf. Ik werd gedwongen om in die spiegel te kijken. En ik besefte dat ik verkeerd bezig was. Ik probeerde mijn militairen te vertellen dat ik geen macho's nodig had. Want macho's nemen onverantwoorde risico's voor zichzelf en hun maten. Wat ik meeneem is dat het mooi is dat er nog steeds mensen zoals Van Uhm zijn. En die moeten we koesteren, vind ik. En daarom ben ik hier ook met mijn zoon, om te laten zien van dit soort mensen zijn er nog steeds. Deze man leerde mij de les die ik van mijn ouders al had geleerd. Heb respect voor je omgeving. Zien is wat anders dan begrijpen en is wat anders dan iets goed vinden. De enige zekerheid in deze tijd die u kan geven, is dat de onzekerheid alleen maar toeneemt. Een van de belangrijkste sleutelmomenten in mijn leven was toch de keus om militair te worden. Een tweede sleutelmoment is zeker het verlies van onze zoon. Als ik gewoon iets anders had gedaan dan militair worden, zou mijn zoon dan ook militair zijn geworden? Zou hij dan nog leven? Ik weet waar ik in geloof. Waar ik toen in geloofde en nu nog in geloof. Maar ik weet ook waar mijn gezin en ook mijn zoon in geloofde. En toen mijn zoon voor het eerst zei van papa, ik wil de dienst in. Toen hebben we hele discussies gehad met mijn puberende zoon. Nou, je kunt je dat voorstellen, er zijn van die prettige discussies. En na een van die heftige discussies met mijn zoon, toen zei hij aan het eind van, ja maar pap, jij komt altijd met je glimlach op je gezicht thuis. En waarom mag ik dat niet? Hij had er goed over nagedacht. En dat is het belangrijkste, dat je doet waarin je gelooft. En als mijn zoon, als ik het terug zou mogen zetten, en ik zou er alles voor geven om mijn zoon terug te krijgen, laat dat er geen misverstand over zijn. En hij is ervan overtuigd dat hij dit beroep weer moet kiezen, dan zal ik hem steunen. Dank u wel. Als de heer Van Uhm vertelt hoe hij om is gegaan met het verlies van zijn zoon, samen met zijn vrouw, en de keuze die hij heeft gemaakt om dan ook, zoals hij dat zegt, zijn jongens en zijn militairen in Afghanistan niet richtingloos te laten zitten en met twijfel, ja, dat maakt bij mij echt indruk. Want hoeveel mensen zouden het bijltje erbij neergegooid hebben? Laten we er nou voor gaan om de problemen op te lossen waar ze zijn. In de landen waar de problemen zijn. Laten we voor die mensen, ook die ouders, die betere toekomst voor hun kinderen gunnen. Ik vond het heel inspirerend. Ik vond het heel erg leuk om hem te zien. Ik was heel benieuwd wat hij te vertellen had. Ik vond het gaaf, ik vond het best wel interessant. Hij had mooie verhalen en hij vertelde het op wel een bijzondere manier. Ik heb er erg van genoten. Als u zo in uw leven uw keuzes maakt en uw verantwoordelijkheid neemt, dan bent u de regisseur van uw eigen leven en draagt u bij aan de betere wereld. Dank u wel.